Waar ben je het meest benieuwd naar dit weekend? Nou ja, eerder is het dan wie er tweede wordt, want wie er gaat winnen, dat is misschien wel duidelijk. Het zou zomaar weer van stappen kunnen worden voor de zesde keer op rij. Welkom bij Pitlane. Max Verstappen won de laatste vijf Formule 1 Grand Prix. Nummer 6 kan dus de Grand Prix van Groot-Brittannië worden... dit weekend op het iconische Silverstone. Genoeg reden natuurlijk om vooruit te gaan blikken. Dat doen we met Xavier Mase. Ik Kom zelf ook in actie afgelopen weekend op een iconische baan... op Spa-Francorchamps, de 24 uur. Um, wat was het voor weekend? Ja, het was een mooie race. We zijn uiteindelijk gefinished. Niet op het podium wat we gehoopt hadden, maar we hebben wel uh, ja, een van de zwaarste 24 uur races uh, tot een goed einde weten te brengen. En ik uh, was uh, ook wel tevreden over mijn eigen, mijn eigen performance. Dus het was een mooi weekend. Ja, tegelijkertijd was het ook een uh, weekend met een gids rand. moeten we erbij zeggen. Hè? Dilano van het Hof, een jonge coureur, een tiener, overleden. Iedereen heeft het meegekregen afgelopen weekend. Um, jij was dus ook op het circuit. Hè? Um, andere klassen weliswaar, maar hetzelfde raceweekend. Um, hoe kwam dat bij jou binnen, dat nieuws? Ja, ik was sowieso wat later pas op het circuit. Onze wedstrijd startte pas om half vijf voor 24 uur. Uh, en ik ging later naar het circuit en dan kreeg eigenlijk onderweg uh, kreeg ik berichtjes in één keer binnen met de links van nu.nl waar het al uh, stond. Dus ik heb het niet op het circuit zelf meegekregen. Maar ja, je voelt dat dan toch wel op het circuit uh, iedereen zijn weg probeert te vinden met de gebeurtenis. Ja. Hoe is het dan om vervolgens zelf in de auto te stappen op dat circuit? Ja, in de auto ben je er eigenlijk niet mee bezig. Op het moment dat je helm opgaat, ben je met die race bezig. Ben je met je performance bezig. En is alle focus nodig om uh, gewoon die auto op de baan te houden. Uh, maar daarna wel. Ik ging met mijn fysio terug naar, terug naar de camper en reed doen met een uh, golfkarretje. Zo langs het team van MP Motorsport. Het Nederlandse team waar die Lano reed. En dan zie je die tent. En ja, dan weet je, daar is hij die, die dag gewoon nog vrolijk ochtends naar binnen gelopen. En nu is hij er niet meer. Dat was wel een heel vreemd gevoel. Uh, dus daar buitenom ben je er wel mee bezig. Maar eenmaal als de helm opstaat. Is het voor iedere keur, denk ik, wel een beetje hetzelfde? Uh, en probeer je modus te vinden, maar dan is de focus op de wedstrijd. Ja, het gebeurde, um, en dat is misschien wel helemaal uh, nog vervelend, dat het ook gebeurt in de Oroesbocht, Een bocht die iedereen ja heel bijzonder vindt, die ook onderdeel is van Spa van de Formule 1 van die historie. We zien hem hier op het scherm, hè, die bocht in de regen. Uh, andere coureur die op hem inrijdt. Uh, Max Verstappen, Stappen, die zei erover: die race had nooit gewoon herstart moeten worden, überhaupt in die regen. Dan was dit nooit gebeurd. Wat zeg jij dan? Nou ja, er zijn een aantal, een aantal zaken die belangrijk zijn om te, om te zeggen. Eén, uh, het is niet in Oroes zelf gebeurd. Het is eigenlijk veel verder, echt op het rechte stuk van Camel Street uh, gebeurd. Maar het is wel gebeurd doordat iemand spinde, uh, tegen de vangrail kwam en weer de baan opkwam. En dat is wel iets wat we zien, wat eerder een probleem heeft gegeven. Ook net als het, uh, het ongeluk van Hubert toen der tijd. Een paar jaar geleden op dezelfde plek, ook voor ongeluk. Ja, ja. nu was dit nog, nog een stukje verder. Dus misschien niet rechtstreeks toe te schrijven aan de bocht Eau Rouge, Maar ik denk zeker wel, uh, als je zo'n wedstrijd hebt, er was al een safety car. Al die auto's op elkaar. Het zijn allemaal jonge honden die zich iedere dag willen bewijzen dat zij de volgende Formule 1 talenten zijn. Uh, als je die nog voor één ronde. Met zo'n weersomstandigheden wilt loslaten, ja, dan is dat niet de goede keuze geweest achteraf. Uh, maar goed. Zo'n race director maakt ook een keuze. Iedereen wil altijd, natuurlijk, racend finishen. Dus die balans wordt altijd gemaakt. En in dit geval is het absoluut een verkeerde keuze geweest. En had die wedstrijd zeker niet gestart mogen worden. Ja, er zijn ook mensen die zeggen: je moet iets aan de baan gaan doen. Um, de Formule 1 komt er over drie weken. Um, op ditzelfde circuit, of Spa van -Cauchon. Moet er iets gebeuren in de tussentijd? Nou, in de tussentijd denk ik er absoluut niks gaat gebeuren. Au Rouge is na het ongeval van Hubert al heel heftig uh, en veel aangepast. Uh, maar het is eigenlijk een beetje wat Charles Leclerc zei. We zien te vaak dat auto's. Spinnen, tegen de vangrail komen en dan weer terug op de baan komen. En dat ja. is vaak het gevaarlijkste. Als een auto spint en hij eindigt in de grindbak, dan is het geen probleem, staat die auto daar een stuk veiliger. Uh, het probleem is, en ik heb er met meerdere mensen over gesproken, zeker als het regent, je hebt al die spray, waar ze nu in, uh, in Silverstone ook een test mee gaan doen, om wielkappen zeg maar, te maken over de wielen om de spray tegen te gaan. Want je ziet in die spray helemaal niks. En in de spray maak je de aanname dat alle auto's voor jou ook plankgas rijden. Maar in die spray kun jij gewoon niks zien als dan een auto stilstaat, letterlijk op de baan waar jij rijdt, ja, ben je kansloos. Ja, het is een uh, harde overgang naar uh, de autosport zelf. We gaan hem toch maken, natuurlijk van Spa richting de Red Bull Ring waar afgelopen weekend gereden werd. door Verstappen. en de andere rijders natuurlijk in de Formule 1. Verstappen won daar de sprintrace, verstappen won daar ook uh, de race op zondag. Superdominant optreden. Ben je onder de indruk geraakt voor wat even laten zien daar? Ja, als je nog gewoon uh, nog even in de laatste ronde nog een extra pitstop maakt om die snelste ronde nog even te pakken. En je hebt die ruimte. Die, ja, dat is wel een machtsvertoon uh, die, we, die we al vaker van Verstappen de laatste, de laatste tijd hebben gezien. Maar het was wel weer uh, ja, eentje van de hoogste categorie. Ja, maar is dat nou nodig, die snelste ronde nog? Want mensen vinden het ook niet heel ja, sociaal, zeg maar even zeggen, naar Sergio Perez toe. Het team zegt tegen hem, niet nodig, spaar de banden, geen risico nemen, pas op met die tracklimits. De marge met Ferrari was wel eens groot, maar toch, die werd maar een paar seconden door die pitstop. Was het echt nodig? Nou ja, Verstappen is daar niet om vrienden te maken, is daar niet om een sociaal jongen te zijn. Die is daar om te winnen en maximale punten te pakken. En als hij de kans heeft om dat te doen en een punt meer te pakken, dan doet hij dat. Punt. En dat is hoe Verstappen in elkaar zit. En dat maakt hem ook gewoon een wereldkampioen. Ja. Ja, Sergio Perez wil ook wel een punt maken dit weekend. Uh, op de zaterdag in de sprintrace. Ging even naast Verstappen zitten. Fel duel tussen die mannen. Heeft hij zichzelf daar nou een dienst mee bewezen? Want hij komt er toch weer als verliezer uit uiteindelijk. Ja, als je dan ziet. Ja, hij laat zich sterk zien. Verstappen had gewoon een mindere start. Uh, daardoor kan hij zich even laten zien. Maar wordt daarna wel weer toch ja, misschien wel gedeclasseerd. Eigenlijk wel. Uh, maar goed, Verstappen declasseert eigenlijk iedereen, maar ja, het, het beste vergelijk is natuurlijk met Perez die met hetzelfde materiaal ja. rijdt. Dus uh, het laat zien hoe sterk verstappen op dit moment is uh, en hoe moeilijk het ook is. En we hebben het al, al vaker gezien met alle teamgenoten die verstappen uh, heeft gehad. Die zijn allemaal afgebrand. En Perez blijft wel nog sterk, ja. maar, maar toch zeker niet zo sterk als verstappen. Nee, laat, dat kunnen we even laten zien hè, van de laatste paar races hoe die verhoudingen zijn. We zien het hier verstappen won de laatste vier, de laatste vijf als je nog de race ervoor pakt. Maar de klasseringen van Perez Zestiende, vierde zesde en derde Q3 geen enkele keer gehaald in die races. Ja. Het wordt ook wel een beetje pijnlijk. Ja, hij zit zeker niet in, in goede doen. Het begin van het seizoen was er nog een hoop, een beetje op een, uh, ja. op een gezonde strijd uh, tussen Verstappen en Perez. Dat kwam deels natuurlijk ook door die straatcircuits waar Perez altijd goed presteert. Dat probeert hij van zich af te schudden. Maar je ziet nu, nu op de gewone circuits komen, dat hij niet verder komt. Uh, en hij krijgt nog uh, ja, een heel karwei om die tweede plaats in het kampioenschap uh, binnen te halen. Ja. Uh, daar gaat het wel nog spannend worden. Ja, dat kunnen we ook even laten zien, de WK-stand. Uh, want plek 1, dat is niet zo heel spannend op het moment. Maar plek 2. We'll be right <laughs> back. Wie gaat die pakken? Als je kijkt naar uh, Perez, Alonso, Hamilton. Alonso ook een goed weekend gehad. Wie wordt de tweede dadelijk in dat WK? Nou ja, uiteindelijk met de auto die zo dominant is, zou ik echt wel verwachten. Perez gaat het lek wel weer boven krijgen en gaat echt wel weer punten scoren en gaat die q 3s ook weer halen. Dat uh, Perez ook gewoon de makkelijke tweede in het WK gaat worden. Ja, dat is wel een uh, verplichting eigenlijk wel voor hem wat dat betreft. Um, wij gaan eens even kijken naar uh, Silverstone. Dat is waar natuurlijk dit, waar dit weekend gereden wordt uh, door de Formule 1. Is Xavier een Baan, een prachtige baan, een klassieker met ook een hele mooie bochtencombinatie: maggots en baggots. Waarom is die nou net zo bijzonder? Nou ja, het is, uh, je komt uit, uit die hele snelle bocht daarvoor waar het verstappen toen misging En je krijgt eigenlijk een beetje het gevoel van een downhill skier. Je moet echt laveren en het goede ritme vinden tussen die bochten. Waar je steeds een klein beetje meer moet afremmen. Voor die laatste knik het rechte stuk weer op. En een lang rechtstuk, belangrijk rechtstuk, waar ook weer goed ingehaald kan worden. Dus een, uh, ja, een heel bijzondere swing moet je hebben in die ja. bochten. Ja, en het leuke is: het is maar een heel ietsje klein stuk van het hele circuit. Uh, we gaan het hele circuit even erbij pakken. Um, Silversone dus in Engeland. Het is een uh, baan waar denk ik eigenlijk alles wel in zit. Um, wat mij betreft, is het een soort blauwdruk voor hoe een formule 1 circuit zou moeten zijn. Het is authentiek, het heeft ook nieuwe stukken. Uh, Topsnelheid, uh, ook interessante bochten waar je kunt inhalen. Wat maakt het nou zo speciaal uiteindelijk dan, deze baan? Ja, het is en een klassieker. Uh, hoewel Sector 1 eigenlijk helemaal vernieuwd is en meer op Formule 1 gericht is, om in, zeker in bocht 3 of 4 in al acties te zien. Mocht dat niet lukken, dan uh, oplijnen voor bocht 6. Wat ook 6-7 weer een klassieker is. En dan hebben we natuurlijk nog kopscorner, waar het tussen Hamilton en Verstappen nog zo, zo misging. Ook echt een hele hoge snelheid bocht. Het Maggots-Backets-deel. -it kortom, er zitten chicanes in, langzame delen, goede inhaalmanoeuvres. Er wordt veel ingehaald op dit circuit. Dus altijd. Uh, altijd genoeg actie en het is ja een klassieker. Engeland is wat dat betreft toch ook een beetje de bakermat van de autosport. Ja, en ze hebben twee, ja eigenlijk drie toprijders op het moment. Norris ook natuurlijk, maar vooral Lewis Hamilton en uh, George Russell. De mannen in de Mercedes, en, die rijden een um, Maar wat kunnen we van die mannen verwachten dit weekend, denk je? Ze willen zich laten zien natuurlijk, maar het viel toch een beetje tegen Oostenrijk met Mercedes. Ja, en Oostenrijk was inderdaad wel een tegenvaller. Ze hadden na die update, deden ze het eigenlijk juist weer heel goed. En het is nu sowieso altijd een beetje de vraag, wie eindigt er achter verstappen of achter Perez. Uh, Ferrari heeft gewoon ook soms even momentjes dat ze weer bovendrijven. Aston Martin blijft natuurlijk een, een gedegen concurrent, maar Mercedes moet daar absoluut zitten en die willen natuurlijk met hun thuisrace. Uh, de motorendivisie zit ook uh, vlak bij uh, het circuit van Silverstone in Brackley, dus die willen zich uh, zeker laten gaan zien en zeker een Lewis Hamilton die het ook in Silverstone altijd goed doet, altijd toch dat kleine ja. beetje extra misschien in zijn thuis Grand Prix vindt. Uh, ja, het is misschien toch wel uh, een van de weinige kan. Die, die nog wat geks gaan gaan doen. Ja, is dat ook omdat Verstappen het toch wel vaker moeilijk heeft op Silverstone? Want als we de maxmeter erbij pakken, dan zien we eigenlijk op dit circuit één overwinning maar in de vele optredens die hij daar gehad heeft. Is het dan ook wel één van de circuits waar die Red Bull misschien niet helemaal was wasdom komt of is het te makkelijk? Nou ja, in het verleden misschien, misschien niet. Uh, maar ja, ik denk, in de huidige dag, uh, dingen gaat die de, de auto van Max. En het team van Red Bull heeft gewoon overal voor elkaar maakt niet uit wat voor ze die auto neerzetten. Dus uh, ik denk die gewoon hele goede kansen weer heeft op wederom een overwinning. Uh, maar ja. We hopen en we kijken toch ja. altijd vooruit en hopen dat er nog wat spanning komt of dat Hamilton misschien kan verrassen uh, of misschien Perez. Uh, we gaan het meemaken, maar ja, Verstappen is en blijft Toronto favoriet. Ja. Uh, vooruitkijken kijken, zeg je. Ik wil ook heel even vooruitkijken kijken naar het uh, komend seizoen. Want deze week is uh, de kalender voor het nieuwe Formule 1-seizoen bekend geworden. We zien hier al die races, 24 stuks in 2024. Te veel om op te noemen, uh, maar we kunnen wel even de kernpuntjes eruit halen. Kunnen we ook even laten zien wat er opvalt aan deze kalender wat betreft de details. Ze beginnen met de eerste twee races op een zaterdag bijvoorbeeld. Dat heeft te maken met uh, de Ramadan, ja. die daarmee gerespecteerd wordt. China keer terug op de kalender, na jaren afwezigheid vanwege corona. Um, 24 races dus. En er wordt ook iets meer gekeken. Naar zeg maar, het clusteren van circuits bij elkaar in de buurt liggen. Um, is dat gelukt, vind je? Nou ja, deels wel de enige vreemde eend in de bijt is misschien nog een beetje Canada. Die tussen al die Europese Grand Prix uh, in ligt. Maar voor de rest proberen ze het wel een beetje te clusteren. En ook uh, ja, de CO2 uh, footprint van de Formule 1 in zijn geheel uh, te minimaliseren. Uh, en dat is ook nodig. Dat is goed. Dat is iets wat uh, alle bedrijven doen. En Formule 1 is wat dat betreft ook een bedrijf die daar uh, gelukkig goed naar kijkt. Ja, missen we nog iets op de kalender eigenlijk? Of zit alles er wel in? Nee, ja, we hebben er zoveel. Uh, <laughs> ik weet niet wat we nog kunnen missen of wat we nog erbij kunnen, kunnen duwen. Uh, ja, ja, je mist wel weer de. De wat iconischere Europese circuits. We gaan natuurlijk steeds meer globaal. We gaan steeds meer naar Amerika toe. Nu al met drie races straks. Uh, dus uh, het is de juiste balans vinden tussen de heritage van de Formule 1. De oude klassieke circuits die niet mogen verdwijnen. Spa, Monza, Silverstone. Uh, en intussen toch ja, ook een wereldwijde coverage hebben. Wat gewoon voor de teams, voor de sponsoren zo belangrijk is. Ja, precies. Um, voordat we gaan afronden. Um, nog even voor dit weekend. Gaan we nog een verrassing zien? Waar hoop je op dit weekend? Iets, iets leuks, iets heel geks op Silverstone? Nou ja, ik heb al eerder gezegd, een, een WK zonder Verstappen zou heel interessant zijn en zou heel spannend zijn. Uh, dus als we Verstappen gewoon even buiten beschouwing laten, die gewoon gaan winnen, denk ik, dan uh, zouden we daarachter inderdaad wat spanning kunnen krijgen. Want gaat het Mercedes worden of Ferrari misschien toch, of Aston Martin of Perez, uh, dat belooft in ieder geval spannend te worden. Ja. Of Lendenor is in mijn klein zo ook. Bijvoorbeeld. Ja, nou goed, we gaan het zien. Xavier, dank je wel. In ieder geval weer voor je komst aan het studio. U bedankt voor het kijken naar Pitlane. De race zondag in de namiddag om 4 uur. De Grand Prix op Silverstone. En Pitlane is over twee weken weer. En dan blikken we vooruit op de Grand Prix in Hongarije. Graag er dan. Het volgende, voorbij. Het denk wel lekker alsof we het eerdere week doen.